Jaap Sedel, welkom. Ja, heel fijn dat je tijd voor ons hebt. Laten we er maar meteen gewoon mee beginnen, Jasper van het team. Ja, ik wil dit toch even kwijt. Dit was mijn maaltijd woensdagavond. Wat je ziet is een cola light, een pizza, een grote kaaspizza, quattro formaggi van Dr. Oetker en tiramisu. En ik had hier woensdagavond zo'n zin in. Ik dacht, ja, best wel wat spanning soms, hard werken. En ik liep rond 19:30 avonds in de supermarkt en ik dacht, ik heb hier zo'n zin in. Ja. En ik heb dat gekocht en ik heb er ook heel erg van genoten. Het is prima, maar ik dacht wel, waarom heb ik zo'n zin in zoet, zout en vet? Hoe komt dat? Nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat we, eigenlijk, doordat je zo gespannen bent, wil je iets wat je beter doet voelen. En we weten dat vetten en zoete voedingsmiddelen al vanaf de geboorte eigenlijk je brein een signaal geeft dat het goed is. Dan heb je veel energie binnen en dan is het wel oké. En dat vetten en zoete eten, dat stimuleert dus allerlei processen in je brein, beloningseffecten die je allemaal krijgt en daar voel je je beter door. Hè. Je ziet het ook wel vaker als mensen niet alleen gestrest zijn, maar ook ongelukkig voelen of wat dan ook. Ja, dan ga je voor de vette zoete combinaties. Hè. Roomijs, chocola, weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Comfortfood. Ja. Maar dit is wel een beetje comfortfood, denk ik, wat je gegeten hebt. Ja. Ja. Ja, maar dan denk ik, dan neem ik wel die cola light, want dat is dan, ik weet dat het niet goed is, er zit aspartaam in, maar waarom denk ik dan, laat ik dat dan maar wel doen, dan is dat nog wel gezond. Ja, dat is het cognitieve stukje van je brein, wat nog een beetje reëel probeert te zijn. Ja. Maar eigenlijk is het een heel ongelukkige reactie. Hè? De chronische stress, dat veroorzaakt allerlei processen in ons brein en lichaam, door hoge cortisolproductie enzovoort, mm-hmm. waardoor je eigenlijk nog meer een neiging hebt om dat maar aan te gaan met allerlei dempende middelen. Hè? Mm-hmm. Dus dan ga je voor alcohol, je gaat voor zoete en vette dingen en voor dingen die veel koolhydraten bevatten over het algemeen. En wat lekkers op de korte termijn. Ja, lekkers op de korte termijn. Ja. En dat werkt dus ook op de korte termijn. Net zoals koffie ook heel werkte op de korte termijn bij concentratieproblemen als je moe bent. Mm-hmm. Maar op de lange termijn werkt het averechts. Want als je voortdurend veel koffie drinkt, dan slaap je weer slecht. Dan word je weer moe wakker en dan moet je daarom weer koffie drinken enzovoorts. En dan mm-hmm. krijg je eigenlijk wat je bij heel ongezonde voeding ook vaak ziet. Dat er een soort van cyclus komt van je wil weer terug naar het comfortabele gevoel en het beloningseffecten. En uiteindelijk zorgt het juist onderliggend allemaal voor ongezonde dingen. Hè, zoals chronische ontstekingen die in je lichaam zijn. Dan krijg ik helemaal naar gevoel. Nou ja, nee. Af en toe mag wel, toch? Ja, nee dat, zeker. Ja, ja. Ja. Maar als chronische onderhouding van je gevoel van onvrede, dat is niet heel verstandig. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we nu door naar de vraag van Niels. En dat was, even kijken, wat moeten we eten voor een goede concentratie? Ja, nou, er zijn allerlei theorieën over, maar echt wondermiddelen zijn er niet. Hè? Dus dat je zegt van, ik slaap slecht en ik drink te veel en ik eet ongezond, maar in de tentamenperiode ga ik dat en dat eten en dan, weet je, dan gaat er iets mysterieus gebeuren waardoor ik ineens betere cijfers haal. Dat is er niet. Hè? Het gaat bij leefstijl eigenlijk om iets wat je gedurende het hele jaar moet doen. Mm-hmm. En niet in de tentamenperiode alleen. Mm-hmm. En we weten wel dat toevallig hebben studenten van de VU daar onderzoek naar gedaan. Volgens mij hebben we daar een plaatje bij. Dat kan, ja. Ja, daar is die. Ja, dat hebben ze gemaakt omdat ze eigenlijk ook bezig waren met wat doet eigenlijk die chronische stress, studeren in deze periode nu eigenlijk op ons brein. Mm-hmm. En waardoor, hoe kun je dan nog goed presteren en wat doet voeding daarop? Ja. En als je daar dan induikt, dan zijn er eigenlijk wel heel veel voedingsmiddelen die juist gunstig zijn. Mm-hmm. En dan heb je het over voedingsmiddelen die allemaal stoffen bevatten die een beetje die ongezonde effecten van stress, van chronische stress, tegengaan. Okay. En die zitten, om het even maar heel kort samen te vatten, in allerlei bessen en vette vis en noten en groenten en thee en dat soort zaken. Dat zijn nou meestal niet de producten waar je meteen naar grijpt wanneer je naar comfortfood grijpt. Mm-hmm. En ze zagen ook in dat literatuuronderzoek wat ze gedaan hebben, dat juist Die pizza's en de comfortfood en dergelijke, dat die juist ongunstig zijn. Mm-hmm. Dus we voelen ons wel beter, maar ons brein wordt er ook wel een beetje slomig van.
Okay. En nou, dat weten we eigenlijk allemaal ook wel een beetje. Ik weet niet hoe je voelde vlak na die maaltijd. Nou, maar je wordt wel een beetje suffig. Ik hoefde gelukkig ook niks meer. Maar ik herken wel dat gevoel dat je denkt, ik voel me nu wel een beetje ongezond of zo. Ja, nou, ook daarvoor geldt, dat geldt voor bewegen en voor slapen en dat soort dingen ook. Maar voor voeding ook regelmatig is echt heel belangrijk. Ja. Hè? Dus waar ons lichaam en ons brein, zeker als je goed moet concentreren, niet tegen kan, is grote schommelingen. Mm-hmm. Hè? Dus grote schommelingen in je bloedsuiker of zo. Als dat veel te hoog is, dan word je suffig, dan zak je achteruit. Een beetje naar de after dinner dip, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En als je te weinig hebt, dan heb je te trekken en dan heb je honger en dan kan je je ook niet concentreren. Ja. Dus die echt een beetje goed spreiden en, mm-hmm. en ja, daar regelmaat in hebben, dat is wel heel belangrijk. Oké, nou goed om te weten. En nou, dit hebben we eigenlijk aan al onze gasten gevraagd. Hoe was je studententijd en wat waren je struggles? Ja, mijn studententijd... Was toen al een fit boy die lekker af? Nee, ik was helemaal geen fit boy. Nee, ik studeerde in de hippie tijd, zeg maar zeggen. Waar iedereen lang haar had en we allemaal bezig waren met de grote problemen van de wereld en zo. Er waren in mijn studiejaar heel veel veganisten, al in de jaren 70. Vegetariërs, veganisten. Dus dat is veganisten. Helemaal niet van nu? Nee, nou ja, dat was toen de bubbel van Wageningse studenten. Hè. Je ging daarheen en dan ging het over alternatieve landbouw en over nieuwe... Ja, systemen voor het bestrijden van honger in de wereld. En, mm-hmm. Dus dat, ja, ik had een hele, wat dat betreft, gezonde leefstijl. We aten bij een of ander antroposofisch restaurant. Hè, en daar kreeg je brandnetelsoep en boekweit en grutten en dat soort dingen. Oké, okay, wat nu allemaal superfood zijn. Ja, dat was toen eigenlijk al best wel... maar al mijn vrienden die ergens anders studeerden, die keken daar echt enorm van op. Ja. Ja. Dus dat was een beetje de geitenwolle sokken tijd. Oké. Okay. Ja. En wat vond je moeilijk in je studententijd? Waar liep je tegenaan? Ja, wat betreft studeren was het eigenlijk... we hadden heel weinig discipline, omdat je mocht er heel lang over doen. Mm-hmm. Dus je kon er zomaar 7 of 8 of 9 jaar over je studie doen. Er waren eigenlijk geen beperkingen. Je had ook een studiebeurs, die hoefde je ook niet terug te betalen. Dus geen studieschulden. Hoe lang heb jij erover gedaan? Ik heb er 7 jaar over gedaan. En dat kwam vooral omdat ik heel veel projecten heb gedaan. En ik ben een jaar naar Engeland geweest en ik heb een jaar een hoofdvak daarnaar gedaan. Mm-hmm. Dat en kon toen? Dat kon gewoon. Er waren niet allemaal zorgen omheen, om geld. Ja, maar de afronding was dus de uitdaging. Ja, oké. Okay. Ja, en we hadden het net natuurlijk over concentratie en wat helpt bij studeren. Nu ga ik het toch even op tafel zetten. Ja. Nou ja, laten we beginnen met deze. Dit is L-theanine omega 3. En dit kreeg ik door van een vriendin toen ik zei, ik kan me niet zo goed concentreren. Heb jij nog tips? Ja. Zei, je moet dit nemen, 's ochtends voor het ontbijt, 3 van deze pillen. En dan is echt je concentratie beter op een dag. Tenminste, dat zegt dit potje. Wat ja. zeg jij? Nou ja, kijk, het zijn een aantal stoffen die ook uit dat literatuuronderzoek van die studenten kwamen. Namelijk die omega-3 vetzuren, die zitten in bijvoorbeeld noten, maar ook in vette vis. Mm-hmm. En die theanine zit natuurlijk in thee. Ja. En groene thee, dat lijkt wel te helpen op concentratie. Oké. Okay. Dus dit zou wel kunnen werken? Dit zou kunnen werken, maar we weten eigenlijk ook wel dat die effecten van die supplementen minder is dan wanneer je het in de vorm van voedsel gebruikt. Dus gewoon want daar zitten nog meer stoffen in. Mm-hmm. He, want bijvoorbeeld in die groene thee zit L-theanine in, maar er zitten ook polyphenolen in en allerlei andere stoffen die ook een beetje helpen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor vis. Okay. En datzelfde geldt ook voor een heleboel andere voedingsmiddelen. Dus die relatie is ooit gelegd tussen het eten van bepaald voedsel. Mm-hmm. En net zoals dat je denkt van ja, alle effecten van koffie, die zullen wel komen door cafeïne. Maar er zit ook nog chlorogeenzuur in en er zitten een heleboel andere stoffen in koffie die ook een beetje iets doen op je brein en op je lichaam. Dus ja, dat is een beetje hetzelfde als dat mensen de mediterrane voeding op een bepaald moment teruggebracht hebben tot een paar stofjes. Hmm. Resveratrol en nog wat polyphenolen. En die kun je ook in de vorm van een... Nou ja, allemaal moeilijke stofjes. Ja. Allemaal stofjes die in voedingsmiddelen zitten, die je dan ook in een pilletje kan eten. Ja. En dat is eigenlijk toch wel onverstandig. En want zeker als je het neemt als een soort van compensatie voor ongezonde leefstijl. Dus als je gezond eet, heb je dit niet nodig. Dan heb je dat dan niet nodig. Dan voegt het niet meer iets toe. En als je heel ongezond eet, dan voegt het ook te weinig toe om die effecten van ongezond leven tegen te gaan. Ja, dus als je wel gezond leeft, dan gaat dit niet echt een heel groot verschil maken. Nee. Oké, nee. Goed om te weten. Gaan we naar deze. Nou, ik denk dat iedereen het wel kent. Red Bull. Ja, ja. Nou ja, dat zijn de cafeïne boosters, hè, zeg maar. En zeker is dat zo, hè, dit is dan eentje met suiker.
We weten dat wanneer je moe bent en je bent suf, het is al 2 uur 's nachts en je moet nog steeds doorleren, dan helpt suiker en cafeïne voor een hele korte tijd om je concentratie te verhogen. Dus als ik zelf heel laat nog een langere autorijrit moet maken, dan zorg ik ook dat ik een energiedrank bij me heb. Ja. Of in ieder geval sterke koffie ergens kan halen of wat dan ook. Want het werkt gewoon. Ja. Alleen, ook daarvan geldt dat als je het heel vaak gebruikt en chronisch gaat gebruiken, dan heb je het steeds meer nodig. Want het effect hiervan... Is het verslavend? Het is gewoontevormend, zal ik het zo zeggen. Okay. En het verschil is niet heel groot hoor. Nee, want als je nou heel veel van dit soort blikjes hebt gedronken, dan slaap je slecht. Ja. En dan word je dus de volgende ochtend suf wakker. En het enige wat dan helpt is weer cafeïne gebruiken. Waardoor je weer de hele dag cafeïnedrankjes gaat gebruiken. Waardoor je weer slecht slaapt. En we zien dus ook, dat zien we al bij scholieren. Dat zijn de grote innemers eigenlijk van energiedranken. Mm-hmm. Dat ze dan echt wel dat opbouwen. En steeds meer nodig hebben. En eigenlijk ook steeds verder achteruit kachelen. Omdat ze gewoon 's ochtends suffig in de klas zitten. Ja. Dus heel af en toe als je echt nog een lange autorit of een keer nog door moet studeren... Maar niet vaak dus. Nee, koffie en alcohol en zo zijn eigenlijk van die stoffen die wel even helpen om taking the edge off, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus de cafeïne helpt om je concentratie tijdelijk te verhogen. Maar het is echt alleen maar tijdelijk. En op de lange termijn is het zelfs ondermijnend. Ja, oké. Nou, dan weten we dat. Je bent natuurlijk voedingswetenschapper. Wat is jouw dieet? Ja, nou ja, zeker in die coronatijd had ik eigenlijk meer tijd om te koken. Wij hadden thuis meer tijd om te koken, we wisten het een beetje af. En dat zie je wel meer. Hè, dus er is ook wel onderzoek gedaan, ook door collega's van mij. Die zien dat mensen met een hoge opleiding eigenlijk steeds gezonder zijn gaan eten. Zijn meer vers gaan eten, meer tijd besteed aan het koken. Want je hebt al die reistijd niet naar je werk en zo. En ook gezinnen die gezonder zijn geleven. En je ziet aan de andere kant dat er ook heel veel gezinnen zijn met weinig kennis en vaardigheden, weinig geld en mogelijkheden die juist steeds verder achteruit kachelen. Mm-hmm. Dus wat mij betreft ben ik gezonder geworden. Ik heb mijn reistijd vervangen door meer sporten en bewegen. Mm-hmm. En door meer te koken. En 's avonds, weet je wel, heb je ook niet veel vergaderingen. En als ik vergaderingen had... Vroeger dan moest ik altijd ergens naar Den Haag of naar Utrecht of naar Groningen of wat dan ook. En dan kom je pas na middernacht thuis. En nu was het om 8 uur vergadering afgelopen. Je zet je Zoom uit en je kan weer wat doen. Ja. Dus voor mij heeft het heel veel meer ritme opgeleverd. Ja. En veel meer tijd voor dit soort zaken zoals gezond eten en gezond bewegen en op tijd naar bed en zo. Oké. En als student heb je natuurlijk toch wel te maken vaak met wat ongezonder voedsel. Je drinkt meer dan gemiddeld. Ik weet nog wel dat toen ik begon met studeren, dat ik toen aan een heel slank meisje dat heel veel kon drinken, want dat is natuurlijk dan wel knap, vroeg van hoe blijf jij zo slank, zo gezond als je zoveel drinkt? En toen was haar gouden tip, weet je wat jij moet doen? Je moet zoveel drinken dat je het of 's avonds eruit spuugt, of zo brak bent de volgende dag, dat je niet kunt eten. Ja. Ik hoop dat je ander advies hebt, maar hoe hou je die balans een beetje als student? Nee, dus als het hebt over stress en over studieprestaties, dan weten we dat één ding funest is, en dat is alcohol. Ja. Dus 1 glaasje per dag, dat is allemaal geen punt. Maar juist dat binge drinken... Toch wel wat gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dat is echt heel funest voor je studieprestaties. Maar kun je dan beter elke dag één glas drinken? Ja, zeker. Want volgens mij in zo'n overzicht wat ik las, dan mag je ongeveer 14 eenheden per week. Maar als je dan 5 dagen niet drinkt en dan 14 in 2 dagen drinkt? Ja, in die adviezen over alcohol staat eigenlijk drink liever niet. En als je toch drinkt, drink dan maar maximaal 1 glas per dag. Ja? En ga het niet opsparen. Oké. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat je eigenlijk elke dag een uur moet bewegen. Mm-hmm. En je kan niet zeggen, ik blijf 6 dagen in mijn bed liggen en dan ga ik 1 dag de hele dag sporten. Dat is niet hetzelfde. Nee. Dus die regelmaat en zeg maar het dempende effect van niet al te grote excessen, dat is wel heel belangrijk. Want hoe hoger die concentratie van alcohol, meer schade er is in je hersenen. Ja, oké. Maar ik denk toch wel dat studenten wel wat meer drinken in die periode. Is dat heel erg?
Ja, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want je ziet aan de ene kant, daardoor dat studieverenigingen en kroegen eigenlijk allemaal dicht zijn. Ja, tijdens corona is het misschien anders nu. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Ja, hè, je had vroeger had de freshman 14, heette dat in Amerika. Hè, dus dat de eerste jaar is altijd heel veel in gewicht toenemen. Dat is ook in Groningen onderzocht. Ik begrijp dat je daar gestudeerd dat verbaast hebt. Me niks, nee, dat het in Groningen is onderzocht. Ik geloof dat ze gemiddeld 10 kilo aankwamen of zo in het eerste jaar. Oh, God. Maar dan voor alles de lid waren van de studievereniging en niet meer thuis woonden. En die ongezonde leefstijl ja, is dus heel erg onhandig voor je studieprestaties. Mm-hmm. Maar het is wel heel goed voor je sociale contacten en voor, nou ja, dat soort voor de dingen. Maar ik denk dus dat coronatijd eigenlijk wel leidt tot minder van die excessen. Ja, nou, dat is dan weer iets positiefs. We gaan het even over obesitas hebben. Ja. Daar weet je ook alles vanaf. Deze vraag hadden we doorgekregen. Waarom is de helft van Nederland te zwaar, terwijl niemand te zwaar wil zijn? Waarom zijn er dan toch zoveel mensen te zwaar? Ja, nou dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Onze biologie en onze omgeving. En onze biologie die zegt eigenlijk vanaf de geboorte al, als je veel kunt eten, doe het dan. Want je weet nooit of er weer eten is de dag erna, of de week daarna, of de maand daarna. Mm-hmm. We hebben een evolutie doorgemaakt als mensen waar er eigenlijk altijd schaarste was. En in de natuur, ik zit nu naar zo'n bos te kijken, maar in ieder geval als je kijkt naar, als je overleeft in de natuur, dan is vet, rijk en zoet eten is er niet. Mm-hmm. Dus daarom is ons lichaam en ons brein altijd geprimed om, als het er is, om dat te gaan gebruiken. Nou hebben we daar nooit last van gehad, omdat het altijd heel moeilijk te beschikbaar was. Mm-hmm. Maar nu leven we eigenlijk in een omgeving waarin voortdurend vet en zoete voedingsprikkels zijn. En ons brein zegt altijd meteen eten. En beloont je ook nog ervoor. Hè? Daar hadden we het net al over bij die comfortfood-achtige mm-hmm. dingen. Ja. En dus dat moet je gaan afleren en je moet het cognitief allemaal eigenlijk tegen jezelf zeggen, dat ga ik niet doen. Ik wil het niet. Wel veel wilskracht wordt dan van je. Je hebt er heel veel wilskracht voor nodig. En eigenlijk moet je dus de hele tijd je biologie gaan corrigeren. Ja. En dat kunnen mensen heel slecht tegen. En er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, waarom is eigenlijk niet iedereen dik in deze samenleving in plaats van maar de helft? Ja. Zo kun je het ook nog omdraaien. En waarom is dat dan? Nou ja, omdat sommige mensen aanleg hebben om, dat heel goed, om daar heel goed tegen te kunnen. Je ziet ook dat kinderen al vanaf de geboorte aanleg kunnen hebben voor overgewicht en obesitas. We zien al maar ook dat de omgeving heel veel ertoe doet. Hè. We zien in wijken van bijvoorbeeld Amsterdam dat in sommige wijken 1 op de 3 kinderen al te zwaar is als ze nog maar heel jong zijn. Mm-hmm. En in andere wijken is bijna geen 1. En dat heeft heel veel te maken met de cultuur, de economische toestand, het voedselaanbod, gewoontes en de. Mm-hmm. Ja, hoe kijken ouders naar opvoedstijlen en dat soort zaken? En dat geldt eigenlijk voor studenten eigenlijk ook. Hè? Dus die voor een deel heb je al een heleboel bagage over wat eet je, wanneer en hoe en met wie enzovoorts. Hè? Mm-hmm. Dus dat heb je allemaal al meegekregen, plus nog die biologie. En dan een omgeving. Hè? Als je ziet bij de Vrije Universiteit, ik was daar gisteren nog, en dan heb je nog zo'n universiteitspar. En die hebben eigenlijk alleen maar ongezond eten. Ja, hoe komt dat dan? Ja, omdat we leren dat als... Dat begint al bij scholieren. Scholieren die zul je nooit in de pauzes naar de supermarkt zien gaan om daar een trosje druiven te gaan kopen. Dit. Of die kopen energiedrank, kopen roze koeken, frikandelbroodjes en al dat soort dingen. Ja. Dat geeft veel energie. Dat maakt ze... Je voelt je er goed door. En ze krijgen misschien wel niet thuis, dus denken ze... Nee, en het is altijd in de aanbieding en het is altijd, weet je wel, het is heel makkelijk overal beschikbaar. Ja. Dat is iets wat je dan eigenlijk moet gaan organiseren. Hè? Dus je moet eigenlijk heel bewust, ook vooral niet wat jij deed, bijvoorbeeld je bent moe en hangerig en dan... En dan ga je naar de supermarkt. Ja. Ja, waar kom je dan mee thuis? met diepvriespizza en met, wat was het ook alweer? Ja. Ja. En dus je moet eigenlijk van tevoren dat gaan plannen. En je moet eigenlijk ook met elkaar gaan koken. Dat helpt heel erg veel. Oké.